ben Frans Jeroma, ik zit voor de SP in de deelraad in Amsterdam-Noord. Mm-hmm. En waarom ben jij hier? Omdat hier gekraakt wordt voor mensen die uit de buurt komen hier. En het is echt een erg schrijnend geval. En we zijn hard op zoek naar een oplossing voor deze mensen. En wij zijn natuurlijk een politieke partij. Zelf kraken we niet, want dat is illegaal tegenwoordig. Maar we steunen het doel en we zullen helpen bij het zoeken naar een oplossing voor deze mensen. Deze mensen die zijn eerst bij de hulpdienst van de SP geweest. En die mensen vielen overal tussen de wal en schip. Dus toen hebben ze doorverwezen naar de krakers. En die hebben ze geholpen, gelukkig. Dus ze hebben nu een dak boven hun hoofd. En nu moeten we zoeken naar een goede oplossing voor deze mensen. Er was bijna geen andere keuze voor deze mensen. Ze stonden letterlijk op straat. Ze moesten uit een oude woning moesten ze weg. Volgens mij over 3-4 dagen. Dus het moest vandaag gebeuren en dit gezin moest een huis hebben. De deur open. Ja, dat is hem. Dag jongeman. Dank u. Zo. Vallen die door allerlei bureaucratische regels, is er voor hun nu geen plek om te wonen. Terwijl met kinderen, dus dat kan gewoon niet. Dus ook moet een oplossing voorkomen. En het is heel erg sociaal en goed dat die mensen door de kraakgroep hier gewoon op deze manier geholpen worden. Hoi, wij samen. Hoi. Ja, zojuist een woning gevraagd. Mm-hmm. Nummer 6. Nummer 6, boven. Ja. Het stond al een aantal maanden leeg. Het gaat om een jong gezin met 2 kinderen. Het staat allemaal in deze brief geschreven. En dat wil ik graag cadeau bij deze. Die is inmiddels ook al bestuurd aan de officier van justitie, ja. Alle raadsleden en aan de eigenaar. Ja, de waarde van deze buurt is enorm hoog gegaan, omdat hier vlakbij is IJ-oevers en daar worden flinke dure woningen gebouwd. Dus eigenlijk komt eigenlijk een centrum te liggen. En dus ook deze grond is in waarde omhoog gegaan. Dus vandaar dat IJmeren, de eigenaar, hier graag veel meer dure woningen wil. Maar dat betekent dat ze allemaal goedkopere woningen zouden moeten gaan slopen en vervangen. En daar zijn wij natuurlijk tegen. Dat zijn gewoon goede woningen die je netjes moet onderhouden. En daar is enorm vraag naar in Amsterdam. Dus er is geen enkele reden om hier grootschalig te gaan slopen of grootschalig sociale woningbouw om te zetten in hele dure woningen. Dus dat is gewoon, dat zijn gewoon, dat gaat om geld, hè. Uiteindelijk gaat alles om geld. En IJmeren ziet hier mogelijkheden om meer geld te verdienen. Nou, de actie ging eigenlijk hartstikke goed. Er waren een flinke club mensen op afgekomen, ook veel buurtbewoners die dit steunden en die het gezin een warm hart onder de riem wou steken. Dus die kwamen ook mee helpen. Dus het was een hele leuke mengeling. En het sneeuwt behoorlijk. Dus het toont echt hard dat iedereen echt hier voor de deur heeft gestaan. En het mogelijk heeft gemaakt. En de politie die arriveerde na een tijdje. En daar is even mee gesproken. En die konden zich ook wel vinden in de situatie voorlopig. Mag ik even met u overkijken? Nee, want sinds het kraakverbod, en ik geloof 2010, doen we dat niet meer. Maar we kunnen wel een filmpje laten zien. We hebben een filmpje zojuist gemaakt, dus laten zien dat het leeg is. Dat kunnen we even laten zien. Ja. Ja. Kraak is natuurlijk wel een soort precaire woonvorm, helemaal als je een gezin hebt met kleine kinderen. Maar het is altijd beter dan onder een brug slapen.
ook weer helemaal met kinderen. Dus daarom is ervoor gekozen om dit toch te doen. En het belang is zo groot om mensen die gewoon echt op geen andere manier een huis kunnen vinden. Is dit gewoon een geweldige oplossing en biedt gewoon kansen. Hey. Maar ja. Zolang in de kou staan, want het is echt koud. Ja, dank. Oké, zullen we binnenkijken? Mochten niet. Gefeliciteerd! Kraken is bij wet verboden, maar niemand gaat met zijn kinderen op straat staan. En als de hele stad leeg staat en je staat met je kinderen op straat, dan zeg ik, kom gezellig bij het studenten kraakspreekuur. Kijken wat mogelijk is.